En dan nu? Hallo kijkers. Bezint eer je begint, leerde ik vroeger op school. Betekent zoveel als, denk nou even na voordat je als een kip zonder kop zomaar wat gaat doen. Dat geldt niet voor wethouders in deze stad. Een beetje verantwoordelijkheidsgevoel is er niet meer bij tegenwoordig. En dat hoeft ook niet, want omdat je nergens verstand van hebt, doe je lekker interessant en laat je haskoning een rapport schrijven. Stel, u hebt ergens geen verstand van, dan kunt u vandaag de dag vrij snel googlen en dan weet je al gauw meer dan de gemiddelde Nederlander. Wethouders hebben wel een iPad, maar nadenken van tevoren is er niet bij. Ze leggen niet alleen de adviezen van de adviescommissies naast zich neer. Nee, ze huren ook nog eens te pas en te onpas adviesbureaus in. Wat is daar nou het voordeel van? Heel simpel. Je houdt er de boel een paar maanden mee op en de gemeenteraad aan het lijntje. Ondertussen laat je ambtenaren allerlei zaken op de achtergrond regelen en zet je de betrokkenen onder druk in afwachting van het rapport en uiteindelijk leg je het advies naast je neer en doe je gewoon waar je zin in hebt. Want het is immers maar een advies. 9 van de 10 keer staat er in de conclusies van een haalbaarheidsonderzoek dat er draagvlak gecreëerd moet worden, dat er geld bij elkaar gezocht moet worden en dat er nog meer aanvullend onderzoek nodig is om een beter advies te geven. Voor het geval u het nog niet wist, een beetje advies kost tegenwoordig al snel 15.000 euro. En de gemeente Nijmegen geeft tegenwoordig 40.000 euro per dag uit aan rente op de kosten van de waalsprong. Waar halen ze het geld voor een adviesbureau eigenlijk vandaan? Ik heb ooit een adviesbureau opgericht, dat heet W2HAB. Dat betekent, wij weten het altijd beter. Ik ga dat bureau onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van Jacques Splinter om wethouder van cultuur en financiën te worden. Wat zou daar nou voor advies uit gaan komen, denkt u? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Wilt u ook een gevraagd of ongevraagd advies? Stuur vrijblijvend een e-mail naar w2hab@jacquesplinter.nl.